Maar wat dan weer? Ik heb een daarna komt nummer 29 Veldmuis en nummer 30 Rogier. Geef je een klein beetje een aanmoediging. Dat is toch helemaal geen aanmoediging, mensen. Kom nou, geef ze een aanmoediging. Nou, we doen het zo meteen nog een keer. Oké. Daar gaan we. Voor de achtste finale, die kwartste en de halve finale. Stevig de knop in, jullie. 3, 2, 1. En Henry heeft gewonnen, dames en heren. Henry de 48 heeft gewonnen. En je power tool ophalen. En de ketting ligt eraf. En de snelste onder ons, dames en heren. We hebben 5 punten of meer. 5 punten of meer, dat betekent dat ze snel zijn. Na deze race is het bloed en... Jorrit Jan. Nummer 55 Luc. Nummer 54 Jorrit Jan. Die kunnen aan de race verschijnen zometeen. Voor deze ontzettend spannende halve finale. Jij vindt het ook spannend. Goed zo. Nou. Even de broek omhoog. Daar gaan we. 3, 2, 1. Zet de kortsluiting van elkaar. Zet de kortsluiting. En nummer 58. Char. En nummer 2. Zijn wijk. Een beetje. Wat is dat? Nieuw stuk. Ja. Doe het leuk, dames en heren. Dat komt dan de broodprijs voor vanmiddag. Voor de broodprijs krijg ik dat zoen. Daar krijg ik geen broodprijs. Ja, Luc, je moet niet. Oké, voor deze spannende halve finale. Het is de kracht, dames en heren. Hij gaat een stukje verder naar de baan. Het einde van de baan kan deze eruit staan. Mevrouw die nummer 54 met de open bladen, dames en heren. Speciaal voor hier nog spannend te maken. Daar gaan we dan. Kom.
doen het gewoon nog een keer af. We doen het gewoon nog een keer af. Trots. De verzekering zijn eruit van de vorige keer. Ja, bij de laatste race was er zeker een keer uitgegaan omdat het snoer door was gegaan. We hadden wel een lauwe kunnen bedenken eigenlijk. Nummer 58 en nummer 2, Shark en Kirby. En dit zijn Luc met de trak en Jorrit Jan met het open zaagblad, wat lekker spannend maakt. Daar gaan we dan. 3, 2, 1.